Goedemorgen, het is vandaag maandag 10 juni en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is 9:15 en wij zitten in de auto zoals je ziet, want we rijden nu al van Speer naar het concentratiebureau. We zijn een beetje laat, oeps. Maar we moeten daarheen en ik was het eigenlijk vergeten. Ineens dacht ik vannacht, volgens mij hebben we een afspraak. En het is ook echt een belangrijke afspraak, want volgens mij krijgt Finn vaccinaties. Dus dat moeten we natuurlijk niet missen. We gaan volgende week naar Italië en ineens schoot het in ons op dat Finn nog geen paspoort of ID-kaart heeft. Dus we moesten dat echt gaan aanvragen en blijkbaar hadden ze alleen vandaag nog plek, anders volgende week. Ja, dat gaat niet meer. Dus het wordt sowieso gewoon spoed. Het wordt een spoedaanvraag. Dus ja, lekker duur. Maar ja, weet je, het moet, want anders hebben we een probleem. Want we gaan natuurlijk naar Italië. Echt superleuk met de auto. Ik vind het wel spannend, maar ik neem jullie mee. Het komt vast wel goed. Consultatiebureau, zeg eens. Wat is bijna groei? Hoe doe je dat? Kun je bijna weer? Dat is een heel. Nog een keer. Consultatiebureau. Ja, wat zullen we ervan maken, Finn? Want kijk, iets meer dan. Ja, 57. Boven. Kortjes erboven. Kortjes erboven. Het is inmiddels 1:30. Wij zijn druk in de weer geweest. Finn heeft vaccinaties gehad. Daarna zijn we pasfoto's laten maken en zijn we naar het gemeentehuis gegaan. Maar Tigo, wat is er nou gebeurd? De pasfoto is afgekeurd omdat er een vinger zichtbaar was. Ja, dus we zijn helemaal naar Breda gegaan voor Piep. Dus dat is wel een beetje zuur. Nu, dat begrijp ik wel. Ik ook, maar het is wel, ja, weet je, we hebben Finn al wakker gemaakt voor die foto's. Het is allemaal ellendig. Maar goed, we besloten even om nog wat te eten ergens, want we hebben allemaal trek. Ik heb broodje carpaccio, Tigo zalm. Wij zijn inmiddels weer thuis. Tigo die heeft Lef even in bed gebracht en hij gaat nu naar het kantoor. Mijn moeder komt dadelijk even, want onze wasbak zit weer verstopt. Dus dan gaat ze het verhelpen, want dat heeft ze de vorige keer ook gedaan. We hebben echt een onhandige wasbak in de badkamer. Dat is wel iets waar ik me aan irriteer. We hebben sowieso geen opbergruimte en het is gewoon echt geen praktisch ding. Hij loopt er continu vast en ja, dat is gewoon niet chill. Misschien dat we in de toekomst wel een nieuwe wastafel of zo willen, maar we zien wel. Vinnetje, die bent wakker en die heeft echt de hele ochtend geslapen. Nu is het 2:30 en hij ligt lekker te spelen. Nou ja, spelen. Hoe je het ook spelen kan noemen. Ik heb zo'n super leuk speelmatje voor hem. Dat had ik van de baby shower gekregen. En super lekker zacht stofje. En ja, als hij dan even wakker is, dan leg ik hem hier op. En je merkt gewoon dat hij dit steeds leuker vindt. Hij zit continu te lachen. Ik weet niet wat hij allemaal ziet. Maar ja, ik dacht, het was nog een beetje vroeg voor zijn voeding. Ik leg hem hier maar op. Nou, hij vermaakt zich wel. Kan hij ook lekker even zijn beentje strekken. Ze zeiden bij het consultatiebureau dat het belangrijk is dat hij even goed beweegt met zijn benen. Dus we kunnen ook fietsen met zijn beentjes. Maar hij doet nu zelf heel te trappen. Dus ik denk dat dat wel heel goed is in verband met die prikjes. Hij is super wijs, zeggen ze ook. En hij kijkt heel goed in het rond. Hij is bijna 5 kilo en volgens mij al 57 of 58 centimeter of zoiets. Dat is een beetje lastig meten, maar ja, hij groeit super goed. Echt precies volgens zijn eigen lijn. En hij zit precies op die gemiddelde lijn. Ze hebben Lef trouwens ook opgemeten en gewogen. Want de vorige keer wilde hij dat niet. En nu wilde hij het zelf. Omdat hij het bij Finn zag. En die zit nu ook tegen het gemiddelde aan. Hij is wel wat kleiner dan gemiddeld. Maar hij is niet meer helemaal onderaan die lijn. Dus dat is echt super. Maar ja, hij eet natuurlijk ook hartstikke veel. Dus kan ook bijna niet anders. Het is 6:15. Ik heb even lekker noedels gekookt. Met biefstuk en komkommertjes. Het is vandaag dinsdag. Ik zit even te kijken. Hoe is mijn beeld? Het lijkt net of die wazig is, maar dat ligt denk ik aan mij. Het is in ieder geval dinsdag. Het is nu bijna 2:00 middags. Ik ben op kantoor samen met Finn. Ik dacht ik neem hem weer eens een keertje mee. Vanochtend heeft Tigo Lef naar de peuterspeelzaal gebracht. En daarna is hij gelijk doorgereden met Finn om opnieuw weer een postfoto te laten maken. Omdat hij gisteren was afgekeurd. Nou, nu ziet zijn gezicht er super goed uit. Je ziet geen vinger bij zijn oor. Alleen, nu zag ik dus dat je ook aan de onderkant een stukje muur ziet. En het moet natuurlijk een witte achtergrond. Het is een witte achtergrond. Maar er staat ook een stukje muur op. En ik heb geen idee of ze daar een ding van gaan maken. Maar ja, Tigo was alleen. En mannen letten minder op dat soort dingen. Maar ja, ik hoop echt dat het nu wel gaat lukken. Want we hebben vanmiddag weer een afspraak. Want anders moeten we voor de derde keer een pasfoto laten maken. En het is al niet chill. Want elke keer moeten we Finn wakker maken. Omdat hij dan net in de auto in slaap valt. Toen kwam Tigo terug en toen sliep hij dus. Toen dacht ik, nou dan kan ik net zo goed nu met hem naar het kantoor. Want hij lag toch te slapen. Heeft hij even geslapen, heeft hij een fles gehad. Toen heb ik hem op een gegeven moment weer in de maxicoos gelegd. En daar ligt hij nu al de hele tijd te slapen. Ik ben even met hem naar de supermarkt gegaan. Want ik heb trek. Ik heb dit gekocht. Dit is een sushi salmon wrap. Nou, nog nooit op. Ik dacht, we gaan het even proeven. Ik heb dit bij de Jumbo gehaald. Geen idee of het lekker is, hè?
Misschien is het wel helemaal niet lekker. Maar ik heb heel veel trek, dus... Best prima. Ik heb ook een latte gehaald en een melkunie proteïne gebeuren. Randa tegen zijn moeder, die is er nu, want Lef was naar het peuterspeelzaal, maar die moet op een gegeven moment natuurlijk wel opgehaald worden. En tegen zijn moeder, die is op vakantie geweest, dus ze wilde hem heel graag zien. Dus zij zei van, ja, mag ik hem anders uit het peuterspeelzaal halen? Nou, prima. Oma heeft een cadeautje voor Lef. Uit Marokko. Open. Ja, moet je even openmaken. Doe maar open scheuren. Doe maar open scheuren. Oh. Oh. Ja, goed zo. Gewoon open scheuren. Papier. Ja, papiertje. Kom maar. Ik kan wel. Ja, doe maar open scheuren. Goed zo. Lekker. Ja. Lekker. Dit is pizza in. Dit is pizza in. Ja? Doe maar lekker open scheuren. Doe, oh, maar, doe maar verder openmaken. Oh. Leg het maar op de bank even. Oma doet zo wel opruimen. Ja. Ja, geef maar, leg het maar even op de bank. Goed zo. Nog verder openmaken, hè? Helemaal open scheuren. Papiertje eraf scheuren. Nou, dat ruim oma zo wel op. Ja. Vind je dat leuk, cadeautjes krijgen? Hé, hey, vind je het leuk om cadeautjes te krijgen? Oh? Oh? Oh, dat jou? Ja, gooi no, alles maar op de grond, hoor. Oh. Oh, oh, daar is jou. Ja, maar je mag nog verder open scheuren. Moet oma even... Kijk, goed zo. Oh, papier. Ja, is papier. Doe nog maar meer open scheuren. Nou zie je nog niet wat erin zit, hè? Een beetje in. Oh. 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 Oh, kijk maar eens wat erin zit. Openmaken? Ja, openmaken, hè. Oh, dat lukt niet. Ja, lukt wel. Oh. Oh, help eens. Moet je oma helpen? Ja, ik kan haar helpen. Oma helpen. Nou, hier ook samen doen dan. Jij ook. Oma hier aan trekken. Ja. Doe het zakje maar open. Kijk, het is een zakje. Kijk maar wat er in het zakje zit. Wat zit erin? Ja. Een muziekinstrument. Ja. Nog één. Ja, of zo. Kijk. Zo. Kijk uit naar je liefste. Nog één. Leuk, hè? Nog één. Ja, je hebt er nog één van oma, hè? Vind je hem leuk? Niet aan het trekken, hoor, aan de touwtjes. Ik. Vind je hem leuk? Een paardboom. Leuk, hè? Zo mooi doen. Kijk. Ja. Oma voordoen? Ja, zo, ja. Ja. Een leuk, een, hè? Kijk uit en die van de bank val. Laat het eten. Laat het eten. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Dan kunnen wij dus allebei tegelijk naar kantoor, anders is het eigenlijk onmogelijk. En normaal gesproken ga ik ook niet echt met Finn meer naar het kantoor. Maar nu slaapt hij ineens super goed in de maxicozy. Dat deed hij eerst dus niet. Sinds ik naar die osteopaat ben geweest, slaat hij dus wel weer gewoon in de maxicozy en zo. Maar gisteravond zijn we eigenlijk de hele avond bezig geweest met onze reis een beetje soort plannen. Want we gaan dus zondag naar Italië. Dinsdag kunnen we eigenlijk pas inchecken, maar we gaan zondag al vertrekken. Want we gaan er 3 dagen over doen, omdat ja, ik wil het ons gewoon zo makkelijk mogelijk maken. We zitten met Lef, die vindt niet chill om de hele dag in de auto te zitten. Dus we hebben besloten dat we dan bijvoorbeeld 2 uur rijden.
een uur stoppen. Dan weer 2 uur rijden, dan een uur stoppen. Op die manier. En dan max ongeveer 5 uur rijden überhaupt totaal op een dag. Dus de eerste stop die we maken is in Duitsland. Dus daar heb ik een Airbnb of zoiets dergelijks. Airbnb, wow. Geboekt. En die dag daarna hebben we een stop in Zwitserland. En daar heb ik ook een Airbnb geboekt. En die dag daarna hoeven we echt nog maar, nou, denk 2 of 3 uur te rijden naar Italië toe. Dus super leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. En mijn vader gaat dus ook mee. Het is vandaag woensdag en het is alweer 1 uur 's middags. Ik film echt super weinig de laatste dagen, maar ik ben zo druk dat ik dan elke keer gewoon vergeet om mijn camera erbij te pakken. Soms is het gewoon best wel heel erg aanpoten en gewoon heel erg druk met 2 kinderen, met een webshop, met YouTube, social media, samenwerkingen, weet ik het allemaal, huishouden. Vergeet dat ook vooral niet natuurlijk. Achter schermen ben ik natuurlijk super druk, ook altijd bezig met de was, met schoonmaken, al dat soort dingen. Ik ben heel de ochtend samen geweest met Lef en Finn, tenminste eerst eventjes alleen met Lef en toen ook nog met Finn, want ongelooflijk, dit heb ik jullie helemaal nog niet verteld, maar dit besef ik me nu. Ik kwam dus thuis gisteren en Tigo die was dus naar het gemeentehuis gegaan, want hij had weer opnieuw een pasfoto van Finn laten maken. En toen werd het dus goedgekeurd, dus wij zijn super blij. Eindelijk kon de spoedaanvraag voor het paspoort worden geregeld. We hebben ook een spoedaanvraag moeten doen, mega duur. Volgens mij moesten we echt zo'n 130 of 150 euro zo betalen, echt bizar. Omdat we dus een spoedaanvraag hebben gedaan, anders was het niet meer op tijd binnen. Ineens sta ik hier zo te koken en zie ik zo'n man met zo'n formulier voor de deur. En ik schrok. Ik dacht, wie is het? En Tigo gelijk, dat is die man van het gemeentehuis. Ik dacht, nee, wat krijgen we nu? Wat hebben we gedaan, weet je wel? Bleek het dat hij de foto had goedgekeurd, maar dat zijn collega's het hebben afgekeurd. Omdat je een randje zag van een oneffen achtergrond. Het was gewoon een witte achtergrond, maar aan de onderkant was een soort randje te zien van een andere muur. Dus vandaag moesten we weer een foto van Finn laten maken. Voor de 3e keer, hè jongens. Niet normaal. Dus Tigo is vanochtend vroeg weer met Finn op pad te gaan. Weer om een foto te laten maken. En nu is die eindelijk goedgekeurd als het goed is. Ik hoop niet dat er vanmiddag weer iemand voor de deur staat. Maar dat zal vast niet. Dus als het goed is ligt morgen of overmorgen het paspoort van Finn klaar. Maar jeetje jongens, wat een gedoe. Het is sowieso natuurlijk verschrikkelijk om een baby op een foto te zetten. Want hij kan zijn hoofd natuurlijk nog niet stabiel houden. En nou ja, op een foto zetten is niet erg, maar op een pasfoto. Want hij moet natuurlijk in de lens kijken. Er mag geen vinger te zien zijn. Er mag de achtergrond moet even. Nou, en nog veel meer aspecten. Want ze hadden een heel formulier meegegeven met waar die foto allemaal aan moet voldoen. Maar als het goed is, is het nu eindelijk gebeurd. Maar toen is Tigo gelijk doorgegaan naar kantoor nadat hij Finn weer thuis had afgezet. En ben ik dus de hele ochtend met de kinderen geweest. En Lef heb ik net in bed gelegd. Die was heel moe. Ik ga nu eindelijk even koffie drinken. Joh, ik zit nu echt serieus voor het eerst pas. Want ja, Lef is gewoon best wel druk de laatste tijd. En vraagt heel veel aandacht. En vinden ze natuurlijk ook. En als Tigo thuis is, ga ik naar het kantoor. En dan ga ik lekker wat bestellingen inpakken. Zo, ik ben even bijgekomen van mijn koffie. Tigo komt elk moment thuis. Maar er is dus een heel leuk pakketje geleverd van Parfumado. Ik heb dit concept al vaker benoemd in mijn vlogs. En ik ben hier echt trouwe fan van. En nu heb ik dus ook een parfum besteld voor Tigo. Mocht je Parfumado nog niet kennen. Parfumado is dus een parfum abonnement. Dan heb je elke maand keuze uit meer dan 550 bekende en niche geuren. En voor 15,95 kun je dus elke maand een geurtje naar keuze uitzoeken. En ik heb dus zelf altijd dat ik gewoon elke keer wil wisselen qua parfum. En ik vind het gewoon heel erg veel lekker. Maar als ik elke keer zo'n duur flesje moet aanschaffen, joh, dan loop ik helemaal leeg. En eigenlijk weet je op het moment dat je in zo'n drogist staat ook helemaal niet of de parfum wel echt wat voor je is. Of het lang blijft hangen en of je het überhaupt lang lekker blijft vinden. En dan heb je bijvoorbeeld al zo'n duur parfummetje gekocht. Ja, dat is zonde. Parfumado is gewoon top. Ik heb het echt overal altijd mee naartoe. Ik heb Parfumado in mijn jas zitten. Ik heb het in mijn auto liggen. Ik heb het hier thuis liggen. Ik heb het in mijn toilettas zitten. Dat ik op elk moment gewoon lekker even een luchtje op kan sprayen. Het is gewoon echt super chill. Ze hebben trouwens bij Parfumado ook een parfum quiz. Dus mocht je echt helemaal niet weten wat voor geur bij je past, kun je de parfum quiz doen. Oh, ik word hier helemaal vrolijk van. Kijk even jongens, die travel cases. Wat een leuk kleurtje, dus heb ik nog helemaal niet. Nou, je kunt ze dus laten leveren in travel cases. En het zegt het al, het is heel makkelijk om mee te nemen op reis of gewoon onderweg. Kijk, dit is dan bijvoorbeeld de travel case. Dan draai je hem zo en dan schiet de parfum eruit, zoals je kunt zien. En je kunt echt heel lang doen met zo'n parfum. Want ja, ik heb er nu best wel veel, maar er is er letterlijk nog geen één leeg. En ik spuit het echt vaak op. Je kan dus 4 keer per dag 30 dagen lang sprayen. Maar goed, als jij dus meerdere parfums hebt van Parfumado, ben je niet 4 keer per dag met dezelfde parfum 30 dagen lang achter elkaar aan het sprayen. Dan ben je aan het afwisselen. Waardoor je eigenlijk per parfum gewoon heel erg lang doet. Je kunt altijd gewoon je abonnement pauzeren of stoppen wanneer jij wilt. Dus als je denkt, joh, nu heb ik wel even genoeg parfums, zet hem
hem gewoon op pauze of zet hem gewoon stop. Maar goed, ik heb hier weer 3 nieuwe parfums waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ik heb er dus ook eentje voor Tycho. Deze zit dus in de oranje flacon. En dit is een unisex. Dus dit kan voor mannen en vrouwen. En ik hou zelf echt heel erg van unisex geurtjes. Blijf altijd heel lang hangen. Ik kan het denk ik niet uitspreken. What Eclat van Miller Harris. De geurnoten zijn woody, sweet en oud. Nou, ik kan dit niet uitspreken. Maar ik ben in ieder geval echt mega benieuwd. Ik ga hem gewoon op mijn pols sprayen. Ik wist dat dit pakketje kwam, dus ik heb nog geen parfum op. Oh, ik ruik het nu al. Oh, dit vind ik wel heel lekker. Ik heb hier dus ook de Lucky Candle van Montale. En Montale is echt mijn favoriete parfummerk. En die flesjes zijn normaal gesproken volgens mij echt €140. Kijk, deze heb ik dus ook in een flaconnetje. De Arabian Stonka. Die heb ik dus voor Tycho, want die heb ik dus zelf. Maar hij vindt die ook geweldig. Is dus ook unisex. Dus die heb ik voor Tycho. Dan kan hij hem overal mee naartoe nemen. Echt de lekkerste parfum ooit. Echt, als je nog een goede parfum zoekt, deze moet je hebben. Dus ik zou zeggen, probeer hem. Want ik heb dus een leuke code, JULIALOS50. En dan kun je het de eerste maand uitproberen voor €8. Dus meiden, dan heb je gewoon deze parfum voor €8. En normaal is die €140. Oprecht, deze parfum is zo lekker. En ik heb echt nog nooit een parfum gehad die zo lang bleef ruiken. En als ik deze opdoe, iedereen zegt altijd, oh, wat voor luchtje draag. Maar goed, van Montale heb ik dus nog meer luchtjes. Allemaal ontdekt via Parfumado. Maar ik was dus heel benieuwd naar deze, die Lucky Candy van Montale. Ja, die zit hierin. Ik had het al het idee, want ja, dat flesje van Montale is roze en deze is ook roze. Dit schijnt dus een heel zoet luchtje te zijn. En ik ben gewoon benieuwd of ik daarvan hou, want... Oeh, zo. Oh, dit is niet normaal. Ik ruik het nu al. Oh, dit vind ik heel lekker. Er zit citrus in, floral en tropical. Dit is echt een geurtje voor de zomer. En dan hebben we hier dus de Arabian Stonka. Nou, oh, deze blijft zo lekker. Zullen we hem even bij Tycho opdoen? Tycho, die is voor mij. Heb jij nog geen parfum op vandaag? Niet hoor. Oh, ik vind die zo lekker. Ik kan gewoon de hele dag eraan ruiken. Ja, maar al die Montale. Oh, maar deze is ook. Dit is echt wat voor mij. Maar je kunt dus op de link in de beschrijving klikken om mijn favoriete parfums dus te zien. En op de eerste maand uit te proberen voor maar €8 met de code JULIALOS50. Ik kan het echt iedereen aanraden. Het is top voor mannen, maar ook voor vrouwen. Het is echt de moeite waard om uit te proberen. Het is 6:00 en ik ben alweer de hele middag aanwezig op het kantoor. Ik ga lekker gaan inpakken en daarna ben ik verder gaan met foto's maken. Ik doe even mijn telefoon om te opladen. Ik ben nog niet klaar, maar mijn telefoon valt uit. Ik had mezelf voorgenomen geen nieuwe collectie meer in te kopen, maar ik heb nog een aantal items die ik nog niet op de foto had gezet. Dus die ga ik dan vanavond, als het goed is, nog even online knallen. Het zijn gewoon een aantal dingen, wel hele leuke dingen. En ik denk dat ik dan hier ga eten en nog even live ga. Want we gaan natuurlijk op vakantie zondag. En ik wil eigenlijk nog wel wat dingetjes verkopen. Want het hangt hier zo vol. En dit blouseje had ik al online staan. Ik heb deze zelf in het roze. Die kennen jullie denk ik wel. Maar ik heb dus 2 perfecte nieuwe pantalons binnen. Deze zijn zo mooi. Super leuk met dat blouseje. En het zit zo lekker. Het is echt zo'n mega zachte stof. Echt heerlijk. Hij heeft van die zakken en... Hier vind ik hem ook echt heel erg mooi afgewerkt. Hij sluit ook echt perfect aan. Valt wel echt lang. Ik ben natuurlijk ook maar 1,60. Maar ik heb nu echt hoge schoenen aan. En nog valt hij er overheen. Dus ik denk dat deze zeker wel tot misschien wel 1,80 te dragen is. Met bijvoorbeeld de maat L. Want ik heb natuurlijk de S aan. En hoe groter de maat, hoe langer die ook wordt. Het scheelt niet mega veel, maar het scheelt wel iets natuurlijk. Ja, en ik heb die pantalon dus ook in deze kleur. En toen was het alweer 7:30. Ik heb echt super lang op mijn eten moeten wachten. Maar ik heb alle foto's gemaakt. Ik heb nu dit super leuke setje aan. Die heb ik ook even gestoomd. Want die zat nogal in de kreuk. En daardoor vond ik hem niet zo heel mooi uitkomen op de foto. Maar ik moest dus heel lang wachten op mijn eten. Dus ik ga snel eten. En dan wil ik straks ook even live gaan. Ik heb hier denk ik echt bijna 2 uur op moeten wachten. Ik heb echt al heel vroeg besteld. Ik heb lekker avocado makies, tonijn makies. En dit is zo'n rom met geflambeerde zalm. En dan nog zalm erin. Echt super lekker. Dus ik ga even snel eten. En dan gaan we zo even live. Het is vandaag donderdag. Het is alweer 3:00 middags. En ik film volgens mij pas voor het eerst vandaag. Maar ik heb het gewoon heel druk gehad. Ik ben vanochtend naar het kantoor gegaan. En ik heb heel veel dingetjes ingepakt. En dat heb ik eigenlijk niet gefilmd. Toen ben ik terug naar huis gegaan. Rond 1:30. En toen is Tycho naar het kantoor gegaan. Nou, Tycho had Lef nog even van de peuterspeelzaal afgehaald. En vanochtend heeft hij het paspoort van Finn opgehaald. Eindelijk is hij goedgekeurd. Dus daar zijn we blij mee. Echt zo schattig, zo'n pasfotootje. Ik zal het even aan jullie laten zien. Want heel veel van jullie zeggen dat ze zo op elkaar lijken, Lef en Finn. Maar ze hebben zeker gelijkenissen. Ze hebben dezelfde oogopslag en dezelfde neus. Maar ze hebben echt wel een andere gezichtsvorm en een ander mondje en kinnetje. Andere lichaamsbouw. Dus ik ga jullie dat even laten zien. Want Lef was ook volgens mij 2 maanden met die pasfoto. Dus ik zal het jullie even laten zien. Kijk, links is dus Lef.
F, rechts is fit. Maar ze hebben wel echt dezelfde oogopslag en dezelfde neus. Maar toch zijn het ook wel weer echt twee andere kinderen, vind ik zo. Lef, ga eens laten zien hoe goed jij kan bellen blazen. Kan jij zelf bellen blazen? Kijk maar daar. Oh, daar gaat hij. Zeep. Ja. Niet opeten. Nee, niet opeten nu. Woe! Wat is dat? Kruiwagen. Kruiwagen, heel goed. Jouw. Een blauwe, ja, dat klopt. Jouwe. Oh. Oh jee, wat doe je nou? Hè? Het is tijd om Lef zijn haren te knippen. De vorige keer mocht ik het niet doen. En toen heeft Tigo zijn moeder het uiteindelijk gedaan. Maar jongens, kijk even hoe lang zijn haar is. Ziet er niet uit. En we gaan op vakantie. Dus hij heeft echt een knipbeurt nodig. Zo, ik heb een filmpje voor hem aangezet. En dan ga ik even lekker zijn haartjes doen. Ik denk dat hij dat scheren niet heel lekker vindt. Dus laat het even wennen voor hem. Even naar onder kijken. Ja, goed zo. Zo, dat doe jij al goed. Oeh, jij kan dat echt goed, Lef. Nog niet. Wow. Wat is dat? Oeh. Wow, ga. Haar is ja. Is dat jouw haar? Ja. Oeh. Kijk, daar gaat jouw haar. Gaat al jouw haar weg. Ik heb Lef zijn haren weer eens geknipt. Een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan. Echt een lange tijd geleden. Daarna is hij even snel in bad geweest. Want hij zat helemaal onder het haar. Kijk, weer lekker fresh hair. En ik heb even gekookt. Tigo is inmiddels thuis. Dus we gaan zo eten. En ik heb dus lekker gekookt. Het is heek in groene currysaus. Dus lekker. Het is vandaag vrijdag. Het is 10:15 ochtends. Tigo is er vanochtend vroeg uitgegaan. Want hij heeft zijn vader en zijn zusje en Axel opgehaald van het vliegveld. Want hun wonen natuurlijk allemaal in Spanje. En ze komen nu voor een dagje naar Nederland. Tigo's vader heeft Finn überhaupt nog nooit gezien. En Lef heeft hij ook al heel lang niet gezien. Dus ze staan nu voor de deur. Die is eigenlijk open. En wie komt er nog meer? Papa. En? Nee, oma niet. Ivy toch? Axel. Axel, ja, goed. Die ken je Axel. Hallo. Hoe is het kwilletje? Tigo zijn vader en zijn zusje en haar vriend zijn net even gezellig langs geweest. Het is nu 1:15. Ik zit achter mijn laptop te editen aan mijn vlog. Ik ga jullie heel veel neerzetten hoor. Ik moet heel even iets doen. In ieder geval, Tigo en zijn vader en Lef en Finn zijn naar de dierentuin in Rotterdam. Echt zo leuk. Maar ik kon helaas niet mee, want mijn vlog was nog niet af. En ja, op vrijdag upload ik altijd, dus ik moest dat echt doen. Bovendien moet ik naar het kantoor. Ik moet bestellingen gaan inpakken. Daar komen een aantal meiden wel bestellingen ophalen, want je kan bij mijn kantoor ook bestellingen afhalen. Dus het gaat gewoon niet. En dat vind ik best jammer, want ik had er eigenlijk heel veel zin om naar de dierentuin te gaan. Maar ja, weet je, ik heb zoveel werk te doen. Misschien dat ik wel gewoon aan het einde van de dag even naar Rotterdam rijd als ze ergens gaan eten eventueel. Maar ik weet ook niet of ik dat wel red. Ik moest ook nog samenwerken aanleveren. Dat heb ik nu gedaan. Dus ik ga snel weer verder met mijn vlog. Maar ik heb het gewoon extra druk omdat we natuurlijk op vakantie gaan.
een zwaai naar de ab. Ja. Misschien zwaait hij wel terug. Ik ben aangekomen op kantoor en ik had net onverwachts bezoek van twee hele leuke meiden. Want er waren twee meiden die een bestelling afkwamen halen. En ze vroegen toevallig allebei, mag ik het alsjeblieft passen? En eerst dacht ik, moet ik dat wel doen? Het is een rommel hier en eigenlijk doe ik dat nooit. Maar ik dacht van, ja, weet je, waarom niet? Die meiden komen ook van ver. Ik laat ze gewoon lekker binnen. Dus het ene meisje had de chic jumpsuit. Had ze besteld en wilde ze even passen. Nou, dat is dus deze. Die hebben we in drie kleurtjes. Ze had kaki. Zij was 1,70 en ze had maat M. Nou, hij zat echt prachtig bij haar. En toen zei hij van, ja, ben je toevallig nog op zoek naar iets anders? Want dan kan ik je eventueel helpen. Nou, een goede broek vinden is voor haar altijd een ding, zei ze. Ik zei, je moet de tall jeans echt even proberen. Nou, hij zat zo mooi, dus die heeft ze gelijk gekocht. Want ze had in verhouding smallere taille en bredere heupen echt zo'n mooi zandloper figuur. Maar dat is altijd last met broeken. Ze zegt, nou, zo'n broek heb ik echt nog nooit aan gehad, zo'n goede broek. Hij zat zo perfect bij haar. En dat andere meisje had allemaal broeken besteld. Maar zij was 1,73 en ze had de best jeans ever besteld. Ik zei tegen haar, jij kan echt beter de tall jeans. Dus ik had er een aantal tall jeans aangeraden. Ze heeft ze allemaal gepast, ze heeft ze ook allemaal meegenomen. Ze zaten echt als gegoten. En ze heeft ook maatje kleiner genomen, want ik zei, je loopt ze toch uit en ze kreeg ze gewoon aan en ze had een leuk broekrokje meegenomen. Dus ik vond het zo leuk. Het voelde echt alsof ik weer even een winkeltje had. Want als je mij langer volgt, een aantal jaar geleden had ik natuurlijk ook een webshop. En toen deed ik dat in combinatie met een showroom. Dus konden mensen op afspraak shoppen en dat was altijd zo leuk. Maar ik zit echt te denken, ja, misschien moet ik dit überhaupt gewoon weer doen. Als mensen echt heel graag willen passen, dat we gewoon even een afspraakje maken. Want dat scheelt ook weer retouren en ik vind het fijn om mensen te adviseren. Het is bijna 4:30 en ik moet nu echt gaan inpakken. Dus dat ga ik doen. Ik wil misschien vanavond ook weer zo'n bingo doen. Dus daarvoor heb ik ook weer allemaal cadeautjes besteld. Maar eerst even inpakken, want ik heb nog genoeg te doen. Tycho en Lef en Finn en Rob zijn vandaag naar de dierentuin geweest. Ik ben naar Rotterdam gereden, want we gaan nog even lekker wat eten met elkaar. Ik zit gelijk Finn hier een fles te geven, maar het voorgerecht is er. Altijd als je kind wil eten, wil je zelf ook eten. Dat is altijd. We kunnen nooit normaal eten. Maar ik heb lekker taco's met tonijn. En Rob heeft brood. En Tycho heeft garnalen. En Lef heeft lekker een pastaatje. Hey Finn, zit je lekker bij opa? Ons hoofdgerecht is er. We hebben allemaal lekker een biefstukje. Eet smakelijk. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag, het is 9:30. Het was weer een latertje. Ik kwam denk ik rond 3:00 s'nachts weer thuis. Want ik was nog op kantoor een live bingo aan het doen. Alleen, ik was er best wel laat. Ik begon denk ik pas rond, nou, 9:45, 10:00 met die bingo. Maar Larissa komt zo even op bezoek voor een spraytan. Oh, daar komt ze al. Dat heb ik al vaak bij haar gedaan. Dan wordt dus je hele lichaam wordt eigenlijk, ja, spraytand. En dat is dus niet schadelijk voor je huid. En ja, dan ga ik dus lekker met een kleurtje op vakantie. Want kijk even hoe ik eruit zie. En met kinderen kom ik er waarschijnlijk ook niet aan toe om überhaupt te gaan zoeken. Zo, ik ben lekker gespraytand. Over 4 uurtjes kan ik dan douchen, maar ook vanavond. De kleur gaat dus nog werken. Dus ik word uiteindelijk nog een ander kleurtje, wat bruiner en zo. Maar ik ben er in ieder geval echt heel blij mee. Ik lekker met een gezond kleurtje op vakantie ga. We gaan nu eventjes naar de supermarkt en naar de Action. We gaan cadeautjes kopen en inpakken voor de autorit. Dat hij dus wat te doen heeft. Sta je op een karretje, Lef? Goed vasthouden, hè? Pas op. Wat heb jij? Meer banaan. Lekker. Het is 2:15. Wij zijn even naar de supermarkt gaan en naar de Action. En ik heb echt een mental breakdown omdat ik gewoon niet weet waar ik moet beginnen. Aangezien er zoveel gedaan moet worden. Het hele huis moet eigenlijk schoon worden gemaakt. We moeten 3 koffers natuurlijk inpakken. We moeten die cadeautjes inpakken. Ik moet nog naar het kantoor. Ik heb nog veel meer te doen. Maar ik weet het allemaal niet eens. Ik ga straks eens even een lijstje maken. Want ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Nou, ik heb dus even wat dingen bij de H&M besteld. Dat is nog op de valreep binnengekomen. Dus dat ga ik jullie even laten
zien. Ik zocht namelijk echt kleding voor Finn. Alleen ze hebben echt bijna nergens kleding in zijn maat voor de zomer. In maat 6562. De meeste dingen beginnen dus vanaf maat 68. Dus ik heb ook maar één dingetje hier kunnen scoren. Ik heb voor Lef nieuwe sandalen. Want die had echt even nieuwe sandalen nodig. Want die van vorig jaar past die inmiddels niet meer. Dus ik heb deze. Dan heb ik dit setje voor Finn. Kijk even hoe schattig. Volgens mij is het een soort linnen stofje. En dan zit er dus een... ja, mutsje bij. Dit is toch super schattig. Ik zag dit voor Lef. Ik vind dit echt te leuk. Een blouse met een broekje. Ja, ik hou echt heel erg van die matching setjes. Hier nog een pakketje. En daar zitten, als het goed is, rompers in voor Finn. Korte oude rompers. Ook in maat 62. Hij heeft nu maat 50, 56 rompers. Maar ja, dat gaat op een gegeven moment echt te klein worden. En dit is met korte mouwen. Oh, dit past hij echt al wel. Lef droeg zo lang maat 50. En Finn die... ja, die groeit eigenlijk wel naar 62 toe als ik het allemaal zo zie. Kijk, even lekkere basic rompertjes. Nou, dan ga ik nu alle meuk laten zien wat we net hebben gekocht. Ik heb zwemluiers gekocht voor Finn en voor Lef. Dus die gaan zo direct de koffer in. Dan bij de Action hebben we heel veel speelgoed wat we gaan inpakken. Dat als hij een beetje verveeld raakt in de auto, dat we hem gewoon een cadeautje geven. Dan is hij ten eerste al lang bezig met het uitpakken van het cadeautje. En dan heeft hij ook weer iets nieuws mee te spelen. Dit is dus een fotocamera. Nou, dat is helemaal leuk. Peppa Pig. Lef is fan van Peppa Pig. Cars vindt hij ook leuk. Dus ik zag dit boekje. Ik vind het helemaal een leuk boekje. Maar ik dacht, ja, weet je, kan hij een beetje plaatjes kijken van auto's. Het zal allemaal wel. Je moet creatief zijn. En het was zo druk in die Action. Dus ik raakte helemaal verprikkeld. Ik dacht alleen maar, ik wil hier weg. Dan heb ik dit. Volgens mij kan je dat op potloden doen en zo. Ook Peppa Pig. Maar ik dacht, ja, dit vindt hij vast wel leuk om gewoon in zijn handen te houden. Inpakpapier van Peppa Pig. Oh jongens, we hebben hier een fan van Peppa Pig. Dit vond ik wel echt heel handig. Dit is echt zo'n reisding om te kleuren. Kijk, volgens mij kan je dat zo om... je kind heen doen. En misschien ook wel om de auto's toe heen hangen. Ik heb geen idee. Maar dan kan hij misschien even gaan kleuren in de auto. Dat vindt hij namelijk ook wel leuk. Deze vond ik ook leuk. Deze ga ik niet in de auto inpakken. Want dat wordt één grote bende. Want dit is gewoon te groot voor in de auto. Maar deze ga ik wel meenemen naar Italië. Want dit is toch super leuk. Zo'n ijskokar. Ook hebben we natuurlijk gezorgd voor snacks. Baby maisvingers. Dat heeft hij eigenlijk al heel lang niet op. Maar ik dacht misschien vindt hij dat lekker. We hebben ook weer geitenmelk voor Finn ingeslagen. Een paar potten. We hebben appels. Een nieuwe tandenborstel, Peppa Pig, of course, wasmiddel, dat was ook op. En ik moet echt wasjes nog gaan draaien hier. Dan heb ik dit, volgens mij zijn het van die zakjes met gedroogd fruit. Geen idee wat dit is, paprol met dingetjes erin, ik weet het helemaal niet. Een voorraadje met zetpillen, ook wel handig. Kijk, als je voor jezelf je koffer inpakt, dat vond ik vroeger een grote struggle. Maar nu denk ik, dat is niks. Als je het vergelijkt met koffers voor kinderen. Je moet echt zoveel meenemen. Ik moet mijn kant een hele kast meenemen. Mandarijnen. Nog een rompje hebben we net gekocht. Ik was even vergeten, ik die rompers had besteld. Dit heb ik ook van Action. Dit is een snackbox. Ik dacht, dat is wel leuk voor onderweg ook. Kijk, we hebben uiteraard ook rozijntjes. Een autootje. Dit wilde ik zelf proberen van die... wasabi-achtige crackers zijn dat volgens mij. Oh nee, sea salt rice crackers. Color catcher doekje. Een random dier. Spalmander denk. Gaan we ook inpakken. Wat moet hij er allemaal mee? En even een grote fabuloze. Ja. Daar maak ik altijd mijn keuken mee schoon. Kijk, is het ook echt zo. Is dat een spiegel? Nee, voor de rij. Ja? Oh ja, het spiegeltje eronder, ja. Voor de rij. Ja. Nou, hoe laat is het? 3 uur of zo? 3:30? Geen idee hoe laat. Kwart over 3, denk ik. 3:15. En mijn vader is er. Gezellig. Het is hier één grote stressbende. Want ja, vakantiestress. Had jij dat vroeger ook altijd? Toen je kleine kinderen had? Sowieso wel. Ik niet zo, maar Marjan wel. Oh, ja, maar dat, volgens mij is dat echt een vrouwending. Want volgens mij heeft Tycho er ook minder last van dan ik. Je ging het hele huis schoonmaken. Want het hele huis moest afschoon. Ja, maar dat heb ik ook. Dat heb ik dus ook, want ik wil thuiskomen in een schoon huis. Dus daarom, ik moet niet alleen die koffers inpakken. Ik moet ook nog alles iets schoonmaken, dus ik word een beetje gek. En daar ben ik wat makkelijker in. Maar ja, ik ben dus bezig met de koffers. Ik heb nu Finse gedeelte gedaan. En nu ga ik verder met Lef. Bij mezelf heb ik ook wel wat dingen erin gedaan, maar nog niet alles. Maar ja, we zijn wel nog even bezig, denk ik. Dus papa die is nu even bij Lef en Finn. Dan kan ik weer even naar boven. En Tycho die is even naar de supermarkt. Papa Pig. Goedemorgen, het is vandaag zondag en wij gaan vandaag op vakantie.
Nou, we gaan dus naar Italië uiteindelijk, maar we gaan er 3 dagen over doen. We gaan vandaag rijden, morgen en overmorgen komen we op bestemming aan. We gaan er expres gewoon wat langer over doen, omdat we 2 jonge kinderen hebben. Dus dan kunnen we gewoon lekker op ons gemakje rijden. Nemen we gewoon 2 overnachtingen en dat is gewoon ook leuk, weet je. Zodra we gaan rijden, begint eigenlijk voor onze vakantie. Gisteren was echt een dag van alleen maar inpakken. Echt de hele dag heb ik ingepakt, opgeruimd, wasjes gedraaid. Ik ben nog naar het kantoor gegaan in de avond om de laatste bestellingen in te pakken en weg te brengen. Daar wat dingen opgeruimd. Dus ik heb niks gefilmd, want ik kwam er echt niet aan toe, want ik was zo druk. Vanochtend ook nog de rest van de spullen gepakt. Nou echt, ik verbaas me erover hoeveel spullen we mee moeten nemen. Mijn vader heeft 2 van onze koffers in zijn auto gelegd en nog zo'n strandtentje. En de rest van de spullen hebben wij, gewoon weekendtassen en speelgoed en dat soort dingetjes en wat eten onderweg en zo. Want het past niet allemaal in Tigo's zijn auto. Finn heeft net een fles op, dus die doet een beetje rustig. Die moet even een boertje zo gaan laten. Hallo schatje. Heb jij ook zin in vakantie? Heb jij ook zin in de vakantie? Ja. Lef die snapt het alleen niet, want hij denkt de hele tijd dat we met het vliegtuig gaan. Maar we gaan met de auto. Is Lef jou? Waar is Lef nou? Ik zie alleen Finn. Hey. Oh, daar is hij weer. Vanavond hebben we een tussenstop in Duitsland. Daar gaan we overnachten. Morgen Zwitserland. Dat is trouwens echt een bizar duur land. Die overnachtingen waren echt mega duur. En die dag daarna gaan we gewoon lekker doorrijden naar het Gardermeer. Want we gaan eerst een paar nachtjes op een glamping in Gardermeer. En daarna gaan we naar Toscane. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hiepidepiep. Hoera! Volgens mij vindt het ook leuk. Zag je dat? Smakelijk eten. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Dat zal lekker smaken. Dat zal lekker smaken. Eet maar op. Eet maar op. Tanden poetsen. Tanden poetsen. Heel mooi schoon. Draad aan de mouwen. Doe maar. Ja, de molen. Zo gaat de molen, de molen. Zo gaan de wieken. Zo gaan de wieken. Ik had Finn nog even op het speelkleedje gelegd en Lef die wilde ernaast liggen met een deken. Zo schattig. Zo, we zitten eindelijk. Beetje wat later nog gepland, maar ja, dat heb je met kinderen. Allemaal spullen aan de achterkant, Lef. Ja. Zie je dat? De hele auto zit vol. Ja. Heb je er ook zin in, Finnetje? Gaan we naar de zon. Er staat 4 uur en 16 minuten rijden naar onze eindbestemming. Maar goed, we gaan natuurlijk ook geregeld stoppen. Maar ja, we gaan er dus 3 dagen over doen. Vandaag rijden we dus inderdaad rond de 4 uur. En morgen, hoe lang moesten we morgen rijden naar Zwitserland? Ook zoiets of 5 uur? Ja, 4 à 5 uur zo inderdaad. Dat daar lekker hopelijk geen file. En die dachten, nou, hoeven eigenlijk nog maar een paar uurtjes. Klopt, ja. Dus dat is top. Ik had dus bij de Action, was volgens mij, zo'n snackbordje gekocht. Dus ik heb daar lekker fruit in gedaan, peer en appel. En we gaan nu nog 37 minuten rijden en hebben we onze eerste stop bij de Laplace. Want dan gaan we even wat eten en dan kan Lef ook even spelen. Lekker, hè? Ja, peren in je buik nu. Lef, die was er een klein beetje klaar mee, dus we hebben zijn eerste cadeautje uit de tas gevist. Ja, leg me op de grond. Zo. En wie staat er op het papiertje? Ja, papa Pik. Ja, papa Pik. We hebben ook nog eens papa Pik in pakpapier. Wat zal er toch in zitten? Wat is dat? Wat is dat nou? Doe maar. Wij hebben de eerste tussenstop bij de Laplace. En hier heb je dus in Zevenum, vlakbij Venlo, als ik het goed uitspreek, een leuk speelhoekje. Dat wisten we, want we zijn hier 1 keer eerder geweest. Nou, Lef wilde direct op de paddenstoel. Tigo is even wat eten voor ons halen en dan gaan we zo lekker eten. Mama! Hallo! Mama. Hallo! Mama. Lef heeft lekker een tosti en wat melk. Tigo, wat heb jij? Een focaccia met tonijn, toch? Nee. We hadden voor Lef zo'n kindermenu, zit ook fruit bij en ook nog kleurtjes en zo, dus dat is wel leuk. En ik heb een focaccia met serrano ham. Wij hebben een tussenstop bij een hele vieze Mac, want het is hier echt 1 grote zooi. Het is echt een zooi. Echt overal staat, oh, en het wordt nu nog meer een zooi. Ik krijg echt dikke error, ja. Lef
we hadden het ijsje voor Lef gekocht, maar hij wil niet likken, hij wil alleen bijten. En toen moest hij huilen omdat zijn tanden zeer deden, dus nu zit hij aan een milkshake. Finn, die ligt hier even, want we moesten dus stoppen omdat hij een fles had. Wij zijn eindelijk aangekomen op de plaats van bestemming. Nou, we zijn gelijk doorgereden naar een restaurant in de buurt. Het is een sushi restaurant. En ik wist dus helemaal niet dat ze een speelhoek hadden. Maar dit is echt geweldig. We zitten helemaal achter in het restaurant. Het is het minst gezellige gedeelte. Maar er is een speelhoek. Dus dat is echt top. Weet je, daar kan je echt ouders met kinderen heel blij mee maken. Het is ook precies speelgoed wat Lef helemaal geweldig vindt. Kijk, al die auto's en die vliegtuigen. Nou, dit vindt Lef echt te leuk, dus die is al de hele tijd aan het spelen. Ik heb gewoon even een random menu besteld en wat gyoza en wat drinken en zo. Dus dan gaan we gewoon lekker met elkaar delen. Maar ik ben heel blij dat Lef zich vermaakt. En Tiro die is even vind zijn luier aan doen en die gaat zo ook even een flesje drinken. En waar zijn wij, Lef? In Duitsland. Goed zo. Een motor, ja. De gyoza is er en Lef die denkt dat het heet is en loopt te blazen omdat er stoom van afkomt. Maar dat is juist koude rook voor de sier. Oh jee. Oh. Kijk even hoe mooi deze sushi geserveerd wordt. Ik heb wel een goed restaurant uitgekozen, hè? Ziet er goed uit. Ziet er heel goed uit. Een sushiboot. Lekker hoor. Na een hele lange tijd rijden zijn we eindelijk aangekomen in het appartement in Duitsland. Het is echt super mooi modern. Hier slapen we dus één nachtje en dan gaan we morgen verder rijden naar Zwitserland. Hebben we daar ook een Airbnb geboekt. Dus ik ga jullie even het huisje laten zien. Het is echt ruim en mooi. Dit is de binnenkomst en hierboven slapen andere mensen. Dus Lef, daar mogen we niet heen. Dat is van iemand anders, hè? Ze hebben hier beneden dus een fitnessruim. Hier hebben we even alle bagage gedropt. En hier kan je dus je jas en zo hangen. En een mooie spiegel. Het is helemaal IKEA-achtig ingericht, denk ik. Wat is er? Het is donker, hè? Zal ik even een lampje aandoen? Wow! Het is echt oprecht heel groot. Een plant, een stoel, een lekkere zithoek. Wat is er? Wat? Een klok! Ja, en prullenbakken. En een koelkast. Maar ook een hele grote keukenleg. En een Nespresso apparaatje. Het is echt super groot het huis. Het is echt een goede Airbnb. Nee, we hebben al gegeten. Hè? Nou, dit is het eetgedeelte. Ook echt super groot. En dit is een soort balkonnetje-achtig. Maar wel op de benedenverdieping. En dan heb je hier de badkamer. Die is ook oprecht heel groot. Het is echt super mooi. Je hebt een heel bad zelfs. Het is ook heel schoon. Wat goed. Het is heel nieuw, denk ik. Wasmachine. Dat is mooi, hè? Wasmachine. Ja, het is wel een leuk huis. Je kan je lekker redden. Dit lijkt wel groter dan ons huis, Lef. Nee, dat is wel bruin. Ja. Dat is erg rood. En dan hebben we hier een hele grote slaapkamer. Kijk nou hoe leuk deze deur stopper. Twee aparte bedden en nog handdoeken en een strijkijzer, strijkplank. Nou, Lef die is lekker aan het spelen hier op bed met zijn knuffel. Wat is dat? Is dat een vosje? Oh, moeten we stil zijn? Shh, papa stil, want de vos wil slapen. Shh, shh. Gaat de vos slapen? Dat is een vos. Gaan we stil doen. Gaan we lekker slapen, vos. Gaan we lekker slapen, vos. Moet de deur dicht? Met de deur moet dicht voor de vos. Zo. Mama ook spelen. Moet mama spelen? Ga jij hier liggen? Wil jij hier slapen dan? Mama ook. Maar wij dachten eerst van, oh, hebben we maar één slaapkamer. Alleen heb je hier dus nog een deur. Een beetje aparte indeling, maar wel heel leuk. Kijk, dan heb je hier dus nog een kamer. Met een tv. Hier gaan wij denk ik slapen. Het is alleen wel heel licht hier. Dus die gaan wel nu dat Lef in de keuken gaat slapen. Omdat het daar donkerder is. Nou ja, dat zal allemaal wel. Kijk, echt een leuke bamboekast. En Finn ligt daar te slapen, want die is echt helemaal kapot. Die heeft net alles bij elkaar geheld. Die is gewoon heel moe. Het is heel netjes en lekker schoon, dus ja, helemaal fijn voor een nachtje. Kijk! Wat is dat dan? Kan ik slapen? Kan ik slapen? Of wil je nog even in bad? Nee, ik wil slapen. Dan moet Beertje ook slapen. Hou ook. Moet deze ook liggen? Ja. Zo.
Kijk, wat er is de vos. Oké, ik ben even op mijn sokken naar buiten gelopen, want ik wil jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Het is hier trouwens gewoon 24 graden. Het voelt ineens zo lekker warm. Terwijl we gewoon in Duitsland zitten. Kijk, dit is het huis. En we zitten dus op de benedenverdieping. Dit is de straat. Het was wel een beetje gedoe met parkeren, want ik weet niet waar de auto staat, maar ver weg. Er was geen plek voor de deur. Maar het is zo lekker temperatuur hier. Het is echt 23 graden of zo. Nou, hier kom je er dus in. En dan kan je hier dus, oh dat liet ik net al zien, naar boven. Maar dat is dus van andere mensen. Nou, ik ben wel even heel benieuwd hiernaar. Naar de fitnessruimte. Want dat vind ik echt, het is echt groot. Wel een beetje creep. Oh ja, fitnessruimte. Wat is dit nou weer? Shell, man. Wat is dat dan? Oh, dat is een schuur, denk ik. Een stuk. Je kan hier gewoon fitnessen. Nou, dat ga ik dus niet doen. En dan is dit het einde van deze weekvlog. Wij gingen in de avond lekker op tijd slapen. Want de dag daarna gingen we natuurlijk weer vroeg ons bed uit om de reis voor te zetten. In de volgende vlog zie je dus het verloop van de reis, de andere overnachtingen en uiteindelijk natuurlijk onze aankomst in Italië en de eerste dagen. Want we zijn daar nu, zoals je waarschijnlijk al op de achtergrond kunt zien. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond en zin hebt in de volgende vlogs. En tot de volgende keer. Doei!